34-jarige man uit Kleef is maandagochtend overleden na een val uit een woning aan de Groesbeekseweg in Nijmegen. De politie stelt er na de onderzoek in waarbij een misdrijf niet wordt uitgesloten. Maandagochtend rond 11 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Bij aankomst bleek de man al te zijn overleden. Het pand waar de man uitviel is een woonhuis waar renovatiewerkzaamheden plaatsvonden. Er is tot nu toe niemand aangehouden. 8 klaslokalen van het Citadel College in Lent gaan voor minstens 2 weken dicht. De lesruimtes kunnen niet gebruikt worden omdat een grote scheur in een vloerplaat is geconstateerd. De vleugel met de klaslokalen gaat dicht tijdens het herstelwerk. Ook zijn er inmiddels extra afzettingen geplaatst om te voorkomen dat leerlingen tussen de stutpalen lopen. Al met Pasen was de scheur bij toeval door een monteur ontdekt tijdens het onderhoud. Sinds die tijd ondersteunen stutpalen in 2 klaslokalen op 1 verdieping het plafond. Voor de herfstvakantie werden ook stutpalen op de 2 andere verdiepingen gezet, maar werden er nog gewoon lessen gegeven in de klaslokalen die nu gesloten worden. Volgens rector Wouter Middendorp is lesuitval onvermijdelijk, maar wordt alles gedaan om zoveel mogelijk lessen toch nog door te laten gaan. De Mokerheide heeft een nieuw streekproduct. Mokerheide Water, van een eigen watertappunt. Wandelaars, fietsers en andere passanten kunnen sinds zondagochtend watertappen naast herberg Het Zwaantje, tussen Mook en Groesbeek. Van de 50 watertappunten in Limburg is dit watertappunt bij Mook het meest noordelijk. Het water komt van de Mokerheide en is daarom duurzaam, gezond en natuurlijk gratis.